sonates van Bach zouden uitkomen, allemaal onder Arnoncourt en Leonard, Gustav Leonard, afwisselend zouden ze ze opnemen. En ik heb meteen die eerste cassette vol verwachting gekocht, kantaat 1, 2, 3 en 4, 5, 6, 7 en 8, en ben ernaar gaan luisteren en was diep, diep teleurgesteld. Ten eerste door het feit dat de inzetten altijd ongelijk waren bij Arnoncourt, en dat is gedurende zijn hele carrière zo gebleven. Hij kan geen orkest en koor gelijk laten inzetten. Ten tweede doordat de jonge sopranen altijd allemaal vals waren. Ten derde doordat de tempi altijd zo verschrikkelijk hoog waren dat de hele gang van zaken, de muzikale gang van zaken, eenvoudig niet meer te volgen waren. Maar hij heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Wat vindt u van die ontwikkeling? Ja, maar dat vind ik ook zo zwak bij hem. Hij heeft zich niet zozeer ontwikkeld. Hij is zijn eigen uitgangspunt ontrouw geworden. In het begin was het alleen jonge sopranen en van die countertenoren. Dus van die figuren met zo'n raar geluid voor in de mond. Die mannenstemmen. Daar is hij dan weer aan ontrouw geworden. Later weer wel vrouwenstemmen erbij. Zijn hele opvatting over tempo's zijn veranderd. Als je vroege uitvoering van Brandenburgs concerten van de moord zijn die totaal anders dan latere. Eerste hoge mes is totaal anders dan de tweede. Er is geen logische ontwikkeling in. Het is niet dat je zegt, hij heeft die eerste gemaakt, is op bepaalde punten ontevreden, blijft trouw aan zijn uitgangspunt en maakt een betere tweede. Nee, hij heeft veranderd het radicale. Er zit geen logische, consistente lijn in zijn ontwikkeling. Het is echt een weerhaan, een Weense weerhaan, zoals ik hem genoemd heb. Nou, hebben we gesproken over de Bach-interpretaties. Ja? Wat vindt u van zijn Haydn en zijn Mozart? Ja, die vind ik zo mogelijk nog vreselijker. Wat hij van Mozart maakt, dat hangt er nog een beetje vanaf met welk orkest. Met het Concertgebouworkest gaat het vaak nog wel, omdat dat een heel goed orkest is. Dus zelfs met Arnoncourt ervoor blijft het nog wel mooi spelen. Maar als je dan hoort hoe die met die Dresdeners de dingen heeft gedaan, de Hafners serenade bijvoorbeeld, dat is zo ontzettend lelijk. Dat is werkelijk niet te geloven. Zo verschrikkelijk vals en ongelijk weer. En bij Mozart luistert het allemaal nog veel nauwer dan bij Bach natuurlijk. Dan moet het helemaal precies gelijk en precies mooi klinken. Anders dan komt er niks van terecht. Als je zo'n Hafner symfonie, dus niet de serenade, maar de symfonie neemt met Arnoncourt onder het Concertgebouw, of met het Concertgebouworkest, ja, dan zitten daar allemaal eigenzinnigheden en rariteiten in die interpretaties. Dat is dan ook zo verschrikkelijk lelijk. En dan verlang je zo terug naar Joseph Cripps met het Concertgebouworkest. Nou gebruiken wij ontzettend vaak woorden als mooi en lelijk. Ja. Hij zegt, Arnoncourt zegt, je moet niet alleen je vastbinden op die schoonheid en om de emoties. Er zijn zoveel andere dingen die we vergeten zijn, die ook belangrijk zijn in de muziek. Kunt u daar een beetje in meegaan? Ja, niet erg. Nee, want waarvoor je luistert, dat zijn inderdaad de emoties, de bepaalde, door de schoonheid opgeroepen, opeenvolging van gevoelens die een mens door de muziek in zichzelf voelt. Gaat dan natuurlijk ook om de vraag, wat is muziek uiteindelijk? En ik denk toch dat het op de een of andere manier een emotie overbrengt. Al heeft die componist die emotie misschien niet eens bedoeld. Dat doet er ook helemaal niks toe. Maar daar gaat het om. En als een dirigent niet in staat is, althans voor mij niet in staat is, om bepaalde emoties die ik in die muziek hoor over te brengen, ja, dan kan je wel zeggen, je moet ook op andere dingen letten, maar die interesseren me dan eigenlijk al niet meer. Arnoncourt is op dat moment bezig ook met Schubert. Ja. Heeft u dat al gehoord? Ik heb de Unvollendete gehoord onder hem. Ja, dat vond ik ook weer vreselijk, vreselijk, vreselijk. En het tempo van het eerste deel is dan vrijwel gelijk aan het tempo van het tweede deel. Dus het hele contrast tussen die twee delen is volledig zoek. Bovendien wordt het dan op zo'n Frans Lehaar-achtige manier gespeeld. Ik geloof dat hij dat goed zou kunnen. Dat moet hij maar gaan doen, de lustige Witwe. Maar van Schubert moet hij afblijven. Nou, is hij bezig juist met Johann Strauss ook. Ja. Verwacht u daar wel wat van? Ja, dat wordt wel goed. Hij heeft de walsen van Strauss gedaan. Dat klinkt heel aardig. Het is toch een Wenen natuurlijk. En hij probeert een beetje ielige walsenritme van die Weense muziek probeert hij in Bach en in Mozart en Schubert ook te leggen. En daar is die muziek helemaal niet op berekend. Dus daarom klinkt het eigenlijk allemaal zo beroerd.